Ja, Steve, met dit nummer naar Tomorrowland. Ja, we hebben daar inderdaad een echte Tomorrowland remix laten vermaken. Aangezien ik in Boom woon, een kilometer in vogelvlucht van de weide van Tomorrowland. Aangezien dat Mark Koeken er ook aanwezig zal zijn, zouden we het fantastisch vinden dat we daar, ja, optreden is natuurlijk een ultieme droom, wie weet. Maar dat vooral ons nummer daar door een van de DJ's zou gedraaid worden. Want het is er vlak op, het is echt een party dance nummer met de nodige moves bij. Ik bedoel, het zou fantastisch zijn. Dus dit is het rustiger gedeelte, maar naar aanleiding van... Je kunt dat vergelijken eigenlijk met een vlieger die aan het opstijgt. Dat je zo tegen je zetel wordt gedrukt en die gaat harder en harder en harder. En Sebes, ja, nu is hij aan het ontbonden om op te stijgen. Maar Sebes gaat die zijn dingen omhoog trekken en dan gaat dat... Ja, dus, ik hoor ook die kleine kiekjes daarin. Maar Sebes krijgen we daar op een gegeven moment ineens zo'n een move dat... ja, een vuurwerkmove zal ik in muziektermen uitdrukken. Hoort. De vlieger worden. Dus zo bouwen we op naar het einde toe. Hier gaan we kijken. Hop. Hop. Ze gaan. Bye. En ze zijn weg. Ja. Duwen. Hop. Moves. Heel de wij van Tomorrowland. Heel de wij beweegt. 60.000 man. Come on. Go. Put your hands up in the air. Dat is een beetje de bedoeling eigenlijk. Het kan werken, hè? Het zou werken, het kan werken. Dus ik doe eigenlijk ja, een beetje een oproep aan de organisatoren van Tomorrowland om toch minstens ons liedje daar eventueel te draaien. Trouwens, Mark Koeken, die zal daar zelf ook aanwezig zijn. Ik moet nog wel vragen op welke dag dat hij komt. Dan kan ik misschien ineens ook langskomen. En dan kunnen we het daar samen doen. Als Mark daar ook is en ik ook. Dat is maar 3:30. Als Bomenaar is het eigenlijk zou dat fantastisch zijn om dat te kunnen meemaken eigenlijk. En, ja. Stel je voor, Steve Tielis op Tomorrowland. Ja, en ik heb ondertussen kent gans Vlaanderen ook Steve Tielis. En vooral Boom is mijn hart. Ik woon hier, dus dat is... Want nu komt er nog een echt coole move. Zo'n koek. Dat vind ik eigenlijk de beste move, echt waar. Hoor. Hoe luister. Hoor. Ik zie ze al staan op de weide. In de Tomorrowland. Hup. Handjes. En hier gaan we. 3 seconden. Ja, we zijn weg. Come on. Hup. Come on. Hoor. Dat is gewoon voor Tomorrowland. Gemaakt voor, van en voor Tomorrowland eigenlijk. Boom, here we go. Dus een warme oproep ook aan David Keita en alle andere David, top DJ's. David. En ik wou zeggen David en Goliath, maar het is David Guetta. Ja, misschien Reggie, misschien... Stevie Aoki, ja. Dimitri Vegas, Like Mike. Ja, dat is Dimitri, Like Mike. Draait desnoods in jullie DJ-set mee. Steek het ermee in. Alles is maar een klein stukje vanaf die een koek. Vanaf daar eventueel zo 1 minuutje ermee tussen. Dat zou voor ons al heel veel waard zijn. I love Tomorrowland. Oké. Okay.